is Marjolein Berends en ik ben van Zomer Opleidingen. En in deze vlog ga ik het hebben over het creëren van je eigen geluk. Het creëren van je eigen succes, nou ja, wat je ook belangrijk vindt. En ik denk dat het daarmee als eerste belangrijk is om te gaan naar te zien dus wat je werkelijk bent. Nou, mensen die de opleiding volgen tot holistisch therapeut, bij ons die weten het inmiddels wel, is het belangrijkste te zien dat je emoties niet bent, maar hebt. Te zien dat je lichaam niet bent, maar hebt. En te zien dat je je gedachten niet bent, maar hebt. Nou, als je dat weet, is het belangrijk om je daarvan bewust te zijn en je dus wat meer los te koppelen van je verhaal. En je verhaal als poppetje. Nou, in dit leven ben ik het poppetje Marjolein. En een vorig leven misschien wel een andere poppetje. Maar belangrijk is dat je gaat zien dat je meer bent dan dat. Dus dat je vertrouwt op een bepaalde flow die er altijd is. Een bepaalde stroom die altijd door je heen stroomt. En als je het dan hebt over het creëren van jouw succes en je geluk, is het heel belangrijk dat je je verantwoordelijkheid neemt. Je verantwoordelijkheid neemt voor jouw leven. Als jij ervaart dat jij het leven zelf bent en zelf kan creëren wat jouw invulling is, is het ook belangrijk om die keuze te maken die daaraan ondersteunen. He, die daar ondersteuning aan vinden. Ik merk nou best wel veel mensen, nou ja, dat ze in de vibe kunnen zitten van, hè, dat overkomt mij weer, heb ik weer. Ja, maar bij jou is makkelijk praten. Of ja, maar jij hebt het al voor elkaar. Nou ja, ik kan je vertellen dat mijn pad ook niet alleen maar over rozen is gegaan. En dat ik ook me echt heb moeten losworstelen om gewoon mijn eigen dingen neer te zetten. Ook niet wetende soms waar ik aan begon, maar ik volgde gewoon heel erg mijn pad van mijn hart. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je eerst alle verantwoordelijkheid naar mezelf, naar jezelf terughaalt. Dus niet in de omstandigheden, situaties. Een van mijn beste vriendinnen die leeft net boven bijstandniveau. En ze heeft 3 prachtige kinderen. En ze doet echt de dingen waar ze heel blij van wordt. Dus niet alles zit bijvoorbeeld in geld. Of ja, maar als ik dat heb, dan kan ik het creëren. Of als ik zus heb, dan. Het begint soms bij hele kleine dingen, de cursussen te doen of gratis dingen te volgen, zoals vlogs, aan jezelf te werken, boeken te lenen in de bieb die hierover gaan, waarbij je gewoon steeds meer kijkt waar jij je verantwoordelijkheid kan nemen voor je eigen leven. Ik denk dat dat een heel belangrijk iets is, waarbij je gaat zien dat jij ook invloed hebt op dat wat er om je heen gebeurt. En dat jij de hoofdrolspeler bent in jouw eigen film. Misschien goed om dat even te laten doordringen, dat die verantwoordelijkheid nemen heel erg belangrijk is voor jouw eigen succes. Dus denk eens goed in wat, nou ja, wat jij zou willen, wat belangrijk voor jou is, hoe je succes wil hebben. Hè? Dus als jij zegt ik wil een praktijk en daar wil ik nog meer mee aan de slag, ja, dan zul je wat dingen voor moeten ondernemen. Ik zie ook wel eens mensen die maken een website en die gaan zitten op de bank en die wachten totdat er iets gaat gebeuren. Ja, het lukt niet. En het is echt die andere beweging is te kijken, maar wat heb ik nodig? Wat kan ik doen? Wat voor kanalen zijn er? Hoe kan ik mezelf zichtbaar maken? Nou, dat zijn dingen, casussen om eens goed over na te denken. Van, wat is dan belangrijk en wat wil je dan uitstralen? Dus dat je het omdraait. Dus echt de verantwoordelijkheid oppakt van, ja, weet je, wat kom ik brengen? Wat kunnen mensen bij je komen? Nou ja, halen is misschien een gek woord, maar wat kunnen mensen vinden? En daar ook volledig in vertrouwen en op gaan en op staan. En ik denk dat die verantwoordelijkheid nemen voor jouw geluk, jouw leven, heel belangrijk is. Is het glas half vol? Is het glas half leeg? Hè, zie je leven meer als kansen? Of zie je leven veel meer als belemmeringen waar je steeds tegenaan moet vechten? Aan jou de keuze. Dus ik hoop dat je deze vlog kan gaan gebruiken om eens voor jezelf wat dingen op een rijtje te zetten. Van ja, wat wil ik nou daadwerkelijk? En hoe kan ik dat succes neerzetten? En wat heb ik daarvoor nodig? Wie heb ik daarvoor nodig? En dat vooral jij de hoofdrolspeler bent. Jij de hoofdrolspeler bent in die zin dat jij bepaalt. Dat jij je eigen succes bepaalt. Jij je eigen geluk bepaalt. Want ook als er heftige dingen in je leven zijn, zijn er nog genoeg dingen waar je wel van kunt genieten. Jij bent de enige die verantwoordelijk is voor je eigen leven. Niemand anders. Niemand anders kan je het geluk op het presenteerblaadje aanbieden. En dat moet ook niet.
Dus kijk eens waar jij nou echt gelukkig van wordt en wat je daarin zou kunnen doen. Nou, het is nu net een lentedag vandaag, een prachtige dag. En ik denk dat die nieuwe energie van de lente je heel mooi kan gebruiken om nieuwe dingen te ontwikkelen. Dus maak eens een moodboard naar deze vlog. Scheur eens wat uit tijdschriften wat dingetjes op. Dat je duidelijk maakt voor jezelf van oké, dat wil ik manifesteren. Dat wil ik in 2019 en dat vind ik belangrijk. Zo wil ik bereiken. En hoe ga ik dat doen? Wat heb ik daarvoor nodig? Zijn er middelen voor nodig? Of kan ik dat ook via andere manieren doen? Dus kijk vooral wat jij nodig hebt. En de belangrijkste boodschap is van deze vlog is dat je zelf je verantwoordelijkheid neemt. En zelf het touwtje in handen neemt. En daarmee de regie weer over je leven terugpakt. Nou, korte vlog. Ik hoop dat het je inspireert om ermee aan de slag te gaan. Succes in ieder geval.